Welkom bij deze Microsoft Teams tip. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze Teams tip ga ik je laten zien hoe je ook achteraf de aanwezigheidslijst kan downloaden en waar je die kan vinden. Nou, spreek voor zich. Je gaat naar je Teams agenda en je gaat naar de afspraak en daar kan je op bewerken klikken en dan zal je zien, daar staat je aanwezigheidslijst ook gewoon achteraf nog op te halen. Hoe fijn is dat? Er zitten uh, twee nadelen aan. Uiteraard, hier staat hij gewoon, dan kan ik hem gewoon downloaden, krijg ik gewoon het Excel-bestand zoals je dat altijd al krijgt. Maar je vindt hem alleen als je inderdaad de les of de meeting gepland hebt vanuit je Outlook-agenda of je Teams-agenda, dus als losse afspraak. Dan zal je hier de aanwezigheidslijst terugvinden. Plan je echter alle lessen via een kanaal? Dat heb ik hier ook even gedaan. Hier heb ik even in een Teams-omgeving die ik heb in het kanaal marketing heb ik een les gepland als test. Nou, als ik daar naar bewerken ga, dan zal je zien, daar staat de aanwezigheidslijst helaas niet. Dus. En het hangt er wel een beetje vanaf hoe je je les of je meeting start, maar dan kan je hem dus terugvinden. Uiteraard, als je start door op nu vergaderen te klikken, ook in een kanaal, dan kan je hem helemaal niet terugvinden, want dan is er natuurlijk helemaal geen afspraak waar die opgeslagen wordt. Dus houd er rekening mee: de aanwezigheidslijst eigenlijk gewoon altijd downloaden, net voordat je zelf de les of de meeting afsluit. Maar heb je hem gepland via Outlook of via. Je Teams agenda, dan is die dus terug te vinden door terug te gaan naar de afspraak en op bewerken te klikken. En het is mij opgevallen dat zelfs nu bij oude afspraken, die op die manier gepland staan, de aanwezigheidslijst nog te vinden is. Dus dat kan nog wel even handig zijn. Veel plezier met deze tip. Denk je dat die handig is voor collega's? Stuur hem gerust door en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik wens je een hele fijne dag.